Ik ga vandaag aan de slag als fotograaf en dat betekent dat ik een keer achter de camera sta. En ik heb me laten vertellen dat ik midden in Amsterdam aan het werk ga met twee echte modellen. Nou Sander, jij bent je spullen al eventjes klaar aan het zetten, zie ik. Ja. Nou weet iedereen natuurlijk wel een beetje wat fotograaf is, maar wat maakt het vak fotograaf nou zo bijzonder? Nou, dat je overal mag kijken en zien. Want wat voor fotograaf ben jij? Ik doe veel portretten. En wat ga ik er vandaag doen? Want ik hoorde iets over modellen. Nou, ik moet vandaag voor de gemeente Amsterdam moet ik een serie portretten maken van twee mensen. Waarbij ze Amsterdam iets meer nog willen laten zien in het buitenland. Als jij die vasthoudt. We hebben ons model al klaarstaan, dus daar gaan we mee beginnen. Doe maar net alsof je naar jezelf in de spiegel kijkt. Je hebt veel gelachen in je leven. Ik wil toch een keer wat botox in spuiten. Wel nee. Want hoe ben je erop gekomen om fotograaf te worden? Ik had een hele andere baan en was daar ook helemaal niet gelukkig in. Toen zat ik thuis en toen las ik over een straat in Dordrecht. Die hadden 16 miljoen gewonnen. Toen dacht ik de hele dag, wat zou ik gaan doen als? Toen heb ik echt letterlijk, toen dacht ik meteen, ik ga fotograferen. Want als je nu 20 miljoen zou winnen, zou je niet stoppen? Met fotograferen? Nee. Zo, wat is de meest bijzondere klus die je ooit hebt gedaan? Je komt ook op plekken waar het eigenlijk helemaal niet mooi is. En dat was bijvoorbeeld voor UNICEF, kinderprostitutie. Waar ik ze ook gefotografeerd heb, de helft zie je nog een kindergezicht. En de andere helft is al echt lipstick, oogschaduw en klaar voor de avond. Ja. Ik denk ook wel echt een missie om dat goed in beeld te brengen, zodat het misschien verbetert. Ik ga nog één ding doen. Nee, jij gaat het maar doen. Oké. Wat ook gebeurt, één zo'n rood puntje moet altijd of in haar ogen of in zijn ogen. Dus nu kun je ook zeggen, ja, maar ik wil het heel anders gaan doen. Ja. Ik wil iets anders doen. Wacht dan. Ja. En vind je het erg om hem een kusje op zijn wang te geven terwijl je die muts zo opdoet? Dat gaat niet. Wacht even, hoor, nog een keer. Sorry. Die had je moeten hebben. Ja, sorry. En je moet nooit, hou dat ding altijd sorry. In je... Oh. Nee, niks, sorry. Ik zag het, nee, niks, sorry. Maar dus dat betekent, zelfs als je aanwijzingen geeft, kijk het door en die wijsvinger. Ja. Boom. Ja. Hey, hoe zie jij nou dat iets een goede foto is? Nou, heel vaak voel je het wel een beetje als je gemaakt hebt waar die zat. Ja. Juist, dat was hem. Mooi, te mooi. En het grappige is dat ook een eerste foto vaak de beste is. En soms ook de laatste. Kijk hier bijvoorbeeld, zie je meteen dat hij goed is. Om een goede fotograaf te zijn moet je natuurlijk heel creatief zijn. Ja. Nou, modellen op het gemak stellen en flexibel zijn qua werktijden. Het begint wel bij het zien. Je moet het gewoon zien. Dan techniek. Je moet wel die camera bijna blind kunnen gebruiken. Ja. Doet hij nou iets op, jongens, tussen jullie? Ja. Zie ik dat nou goed? Oeh, oeh. Meer tong, meer tong. Ze pakt heel snel op en zo. En ze vindt het ook heel leuk. Dat begint er natuurlijk mee. Je moet het heel leuk vinden om iets te maken. Eén vast. En ik denk wel, als je oprecht geïnteresseerd bent in mensen, dat je ook wel een mooi portret kunt maken. Ja, jongens, ik zie het wel samen jullie. Oké. Ja, dankjewel. Ja. Goed zo. Zit het erop? Ja, dankjewel. Ik vond het leuk. Ja, we doen even high five. Beter. Goed zo. Goed zo, heel leuk.